YouTube gasten, welkom bij een nieuwe Banjo Movie. Vandaag is het weer een hele brakke zondag waarbij ik heb verslapen voor de kapper, zoals je kan zien. Maar ik zit vandaag in de montage van een paar video's, dus ik kon eigenlijk vandaag niks uploaden. Alleen vandaag niks uploaden zou ik zelf heel erg kut vinden. Dus ik wou iets uploaden voor jullie en ik heb besloten om iets te gaan onthullen. En het is iets waar jullie heel erg van houden, namelijk... de 10 don'ts. Banjo, wat is er aan de hand met de 10 don'ts? Nou, lieve kijkertjes, leuk dat jullie het vragen. Het zit namelijk zo, omdat de 10 don'ts denk ik wel een van de populairste series is hier op Banjo Movies, heb ik besloten ongeveer 2 maanden geleden om van de 10 don'ts seizoen 2 te maken. Woo! En van de 10 don'ts seizoen 2 zijn al 6 afleveringen opgenomen. Onder andere met Mert, Dylan, Wieland, David, CFX Squad, Marije en nog veel, veel, veel meer. Ook een paar BN'ers, waaronder Arie komen Ruben van der Meer. En nu denk jij natuurlijk bij jezelf. Oh ja hoor, moet je horen. Nu heeft Bardo in één keer in de afgelopen maanden dat hij niks uploadde wel wat gemaakt. Geloof je het zelf. Geloof me, ik heb echt heel veel gemaakt in de afgelopen maanden. En puur om dat te bewijzen aan jullie, geef ik jullie nu een preview. Hier heb je 3 keer een exclusieve don't die binnenkort allemaal online gaan komen op Banjo Movies. Bardo, heb jij mijn Diablo 3 gezien? Diablo 3. Hey Bardo! Ik heb Diablo 3 van David! Oh mijn god! Komt ie! Oh, laat maar. Nee, niet gezien, sorry. Wacht, ik wil eerst iets doen. Oh Bardo, je gaat toch niet? Ja, je veter zit al de hele dag los. Moet je wat aan doen? Ah, veel beter zo. Godverdomme Bardo! Ah, kom op! Veiligheid voor alles! Meneer, wilt u nog wat drinken? Ja lekker, doe maar water. Hadden. Water. Kijk eens. Is er ook nog een glas bij? Hopelijk heb ik jou een beetje kunnen verblijden met al die don'ts. En mocht je meer van mij willen, natuurlijk kan dat. Want we hebben een Banjo Studio geopend, zoals je nu in beeld kan zien. En vanuit die studio gaan wij wekelijks gigantisch veel vette items maken. Wil jij de Banjo Studio volgen? Dat kan. Klik hier op Banjo Town en abonneer op Banjo Town. Want op Banjo Town knallen wij gigantisch veel vette shit vanuit de Banjo Studio. Jouw kant op. Logo. En abonneer op Banjo Town. Daarnaast heeft Banjo Movies ook een nieuw logo. Boom! Hoe mooi is hij geworden? Een pinguïn. Ik hou van pinguïns. En voor de mensen die ongeduldig zijn, wil je weten wanneer een nieuwe Banjo Movie online komt? Volg mij op Twitter, want ik ben dus nu een nieuwe Banjo Movie aan het monteren die binnenkort online komt. Wil je daar meer van horen? Volg me op Twitter, linkje in de beschrijving. Wij gaan samen de aankomende maanden gigantisch hard lachen op Banjo Movies. Ik heb er zin in, hopelijk jullie ook. Bedankt voor het kijken en ik check jullie later! Banjo!